Macro met Mujagic. Macro-economisch nieuws toegelicht door Edin Mujagic. Edin, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. De blik gericht op Amerika met een goede reden, want 1 juni nadert, hè? 1 juni is de dag waarop het Amerikaanse ministerie van Financiën door zijn gelden heen zal zijn, zo goed als. En voor die tijd moet het befaamde schuldenplafond in Amerika omhoog. Er is overleg geweest, dat is het goede nieuws. De deelnemers aan het overleg die kwamen naar buiten en hebben gezegd dat het een productief overleg is geweest. En dat is meestal het woord wat je gebruikt als je toch iets moet zeggen, maar je het nergens over eens bent geworden. Heel veel tijd hebben ze niet meer, Thomas. Want tussen het moment dat je een deal hebt en dat het door de beide kamers van het Amerikaanse parlement is en dat de president zijn handtekening heeft gezet, daar heb je toch 4-5 werkdagen voor nodig. Nu wil de toeval ook dat aankomende maandag is een vrije dag in Amerika. Dat betekent dat de afgevaardigden op een soort mini-reces zijn. Dus die zijn voor een groot deel weg. Nou, als er een deal komt, moeten ze allemaal hals over kop terug naar het parlement om daarover te stemmen. Een hele grote logistieke klus. Enfin, het komt erop neer, als er morgen geen deal is, dan wordt het heel moeilijk om de deadline van 1 juni te halen. Is het dan over en uit? Nee, want dan kun je toch nog steeds met wat echt schraapwerk kun je aan geld komen. Bijvoorbeeld de Amerikaanse bedrijven die gaan volgende week hun winstbelasting over het tweede kwartaal overmaken, het ministerie van Financiën. Dus dat levert wel wat geld op. Maar oh, dat klinkt als een behoorlijke meevaller in moeizame tijden. Nou ja, dat is een meevaller, maar daar staan ook wel uitgaven tegenover, dat moet wel worden gedaan. Nou, geluk bij ongeluk. Het schijnt dat de eerstvolgende rentebetaling op Amerikaanse schulden is op 15 juni. Dus je kunt het nog tot 15 juni rekken zonder dat je als land technisch failliet gaat. Maar goed, dit is allemaal. Dit geeft al aan wat voor circus het is. En dan is het niet verbazingwekkend dat een van de grote drie bedrijven die de rating plakt aan in dit geval landen, dus hoe kredietwaardig ben je, dat bedrijf, in ieder geval Fitch, heeft gezegd, nou weet je wat, wij gaan die hoogste kredietwaardigheid van Amerika gaan we tegen het licht houden. Dat doen ze dus al vooruitlopend op de vraag of er überhaupt een akkoord komt of niet. Want zij zeggen ook, ja, ook als er een akkoord komt, het komt zo laat en na zoveel gesteggel, en als er een akkoord komt, weet je dat het voor maximaal een jaar zal zijn. Dus volgend jaar zit je weer met dezelfde discussie. En dat geeft gewoon weinig vertrouwen in dat het nou een keer voor enige tijd opgelost wordt. Maar dat weet je natuurlijk al jarenlang dat het volgend jaar weer bal is, ja, toch? Ja, zo werkt het in Amerika. Fitch zegt nu, wij hebben er eigenlijk genoeg van. Wij gaan de rating tegen het licht houden tegen al deze ontwikkelingen. En dat is meestal slecht nieuws, want dat betekent heel vaak dat je rating omlaag gaat. En dat komt er in feite op neer dat je vanaf dat moment, als Amerika in dit geval, nog steeds geld kunt lenen, maar wel tegen een hogere rente. Ik heb het statement van Fitch kort doorgenomen en zij zeggen wel, wij gaan ervan uit, ondanks hoe moeilijk het nu lijkt, dat er een akkoord komt. Ja, en dan nog gaan ze de rating tegen het licht houden. Dus je moet je proberen voor te stellen wat er gaat gebeuren als er geen akkoord komt. Dan heb je echt een heel groot probleem in Amerika. Maar wat er ook gebeurt de komende dagen, letterlijk de komende dagen, het ziet er sterk naar uit dat de renterekening van de Amerikaanse overheid, die al aan het oplopen is, die wordt hierdoor alleen maar groter en groter. Even om een aantal cijfers te gebruiken. Vorig jaar hebben ze iets van 475 miljard dollar moeten ophoesten aan rentelasten. Dat was bij relatief lage rentes. Dit jaar loopt het richting 900 miljoen. Dat is ongeveer evenveel als wat Amerika per jaar aan defensie uitgeeft, Thomas. Nou, het geeft ook wel aan dat het zonder schuld voor heel veel economieën, en ook hoger wordende schuld, moeilijk wordt om te blijven draaien. Dat is het grotere beeld waar wij hier zo'n enorme fan van zijn. Want dat hele gesteggel over het verhogen schuldenplafond geeft dus aan dat wat benzine of diesel voor je voertuig is, zijn schulden voor, in dit geval, de Amerikaanse economie. Zonder verdere stijging van schulden stopt die economie met groeien. In principe hoeft dat geen probleem te zijn als je schuld geen probleem is, als die laag is. Maar dat is nou niet het geval. En er zijn talloze onderzoeken uitgevoerd over de vraag in dit geval, waar ligt het kritieke punt? Wanneer gaat de schuldenlast zodanig zwaar wegen dat de economische groei
afremt. En al die onderzoeken wijzen keer op keer uit dat dat kritieke punt ergens tussen een schuldenlast van 75 en 100% van de economie ligt. En dat is de bril eigenlijk waardoorheen je deze discussie in Amerika moet bekijken, maar ook de discussie over Europese begrotingsregels moet bekijken. Want Amerikaanse staatsschuld ligt al boven de 100% van de economie, wordt hierdoor alleen maar groter. En dat geldt ook voor heel veel Europese landen. Dus, maar dat percentage van die 60% in Europa, in ieder geval afgesproken, dat komt dus niet helemaal uit de lucht vallen. Dat komt echt niet helemaal uit de lucht vallen, want dat is het niveau waarbij je kunt zeggen dat elke additionele euro die je leent levert veel meer economische koek dan 1 euro. En naarmate de schuldenlast hoger wordt, kom je op het punt waarin, wat wij economen noemen, de marginale productiviteit van schuld. Dus hoeveel economische groei krijg je voor elke additionele dollar of euro die je leent, dat wordt steeds lager en lager. En boven de 100% krijg je eigenlijk voor elke dollar wat je extra leent minder dan een dollar aan extra economische groei op. Dus met elke dollar die je daarna extra leent, graaf je jezelf dieper en dieper in. Edin Mujagić, ik heb even goed gekeken. Wij spreken ook alweer op 30 mei. Dan zullen we dus weten of het al te laat is of niet. Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app. Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws en je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.